Goedemiddag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Ja, zoals jullie zien, een iets andere setting als normaal. Ik zit nu in de woonkamer. Iedereen bedankt voor de vele abonnees en de likes en de lieve berichtjes. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Dat kan via www.revibestarot.nl. En ja, we gaan eens kijken wat ik mag ontvangen. Ik ga dit keer een iets andere legging weer doen. Ik ga gewoon kijken wat ik mag ontvangen. Allereerst als uitdaging of als focus. Eindigen van een trauma heb ik hier. Dus misschien dat je met een trauma te maken hebt gehad. Het is belangrijk om eigenlijk de focus te leggen op het transformeren daarvan. En de herinneringen die je hebt eigenlijk als kracht te gebruiken. Wat is de blokkade? Ik zie dat hier een andere kaart tussen zit. Wat is de blokkade? Slow down to relax heb ik hier. Break to enjoy the beauty around you. Dus het kan zijn dat je misschien een beetje bent afgeleid. Of afgeleid in die zin dat je misschien het wat rustiger aan moet doen. En te kijken wat je eigenlijk hebt. Want het kan dus zijn dat je in een moeilijke periode zit of hebt gezeten. Of ja, mee bezig bent om dat te transformeren. En daarbij is het dus belangrijk, het kan zijn dat je jezelf voorbij loopt. En daarom ook belangrijk is om eigenlijk te zien waar je nu bent, waar je nu staat. Zodat je dus alles wat je om je heen hebt, ook de kleine details, ziet als groei. Wat is de actie die je kan ondernemen? Ja, het leven vieren. Wauw, prachtig. Dus kijk waar je al bent, hè? En doe het rustig aan. Dat is wel echt belangrijk. En ja, maak van je leven een feestje eigenlijk. Of een feestje in die zin. Kijk hoe ver je al bent. En geniet daar ook van. En wat gebeurt er? Wat is de uitkomst? Ja, wauw. Als je dat doet, dus als je het even rustig aandoet, die blokkade die ik hier zie, het trauma wat je hebt meegemaakt of hetgeen waar jij in zit of waar je last van hebt. Want een trauma is vaak niet heel makkelijk om daar doorheen te komen. Maar probeer die herinneringen die je daaraan hebt eigenlijk te zien als groei. En zodra je dat ook doet en zodra je ook gewoon wat rust gaat pakken, gewoon... Ja, in het moment leeft is eigenlijk wat ik voel. Zodat je ook dingen weer kunt zien als positief. Want het kan dus zijn dat dat misschien een blokkade is. Dat het je allemaal soms wat te veel wordt. En belangrijk daarbij is om eigenlijk het leven gewoon te vieren. En ja, ook al heb je obstakels. Ook al zijn er dingen geweest die niet goed zijn gegaan in je leven. Laat het wel gewoon zien als dat je gewoon nog wel geluk kan zien en kan voelen. En als je dat ook doet, dan zul je ook zien dat er gewoon het kan leiden tot een fortuin. En wat fortuin klinkt misschien als materialisme. Dat kan misschien voor jou zo zijn. Het kan voor iemand anders weer iets anders zijn. Maar dan kun je ook zien dat eigenlijk het pad waar je naartoe wordt geleid, waar je naartoe wilt, dat dat gewoon voor jou heel veel geluk gaat opleveren.
We gaan eens kijken. En surrender with joy. Ja, dat ligt onderop. Ja, en door hetgeen wat je hebt meegemaakt, kun je ook zien waar je staat en wat je wilt. En kan je daar ook van gaan genieten. We gaan eens kijken wat ik nog mag weten. We gaan eens vragen wat het trauma is. Wat... wat is die trauma? Wat is die focus? Ze liggen wat scheef voor de camera, zie je. Dus ik probeer een beetje recht te leggen voor jullie. Het loopt niet helemaal. Kijk, daar komt mijn perfectionisme weer om de hoek kijken. Nou, ik laat ze even zo liggen. Wat mag ik weten over die ending het trauma? Waar heeft dat mee te maken? The Queen of Swords. En hij ligt al rechtop. Je moet even zo, deze kaarten glimmen een beetje, dus dan zie je een beetje weerspiegeling. Ja, het kan zijn dat je ergens, dat je veel hebt meegemaakt. Dat is wat ik zie, want de koningin van zwaarden is een vrouw die dus veel heeft mee moeten maken. Veel doorstaan, dat wordt ook wel gezien als ijskoningin. Je ziet ook als hij andersom ligt dat ja, ze verbitterd is. En het is eigenlijk de bedoeling om de ervaringen die je hebt meegekend. Ze is ook heel erg intellectueel. Dus eigenlijk om je wijsheid, die trauma's die je hebt meegemaakt, ook daardoor nu betere keuzes kunt gaan maken. Slow down to relax, die blokkade, wat mag ik daarvan weten? Ja, misschien ben je met iets bezig, een project of iets waar jij graag iets mee zou willen. Misschien is dat gestagneerd en misschien is het tijd om even rustig aan te doen. Om dus te kijken waar jij staat. Misschien dat je je kennis kan gaan vergroten of iets wat beginnend is. En misschien moet je eventjes rust nemen, maar dat gaat je wel eigenlijk heel veel leiden. Je ziet hier natuurlijk een persoon die bezig is. Misschien is het de bedoeling om dus je project waar je mee bezig bent misschien op stilstand te zetten. Of gewoon niet op dit moment alles willen, maar er gewoon rustig aan naartoe bouwen. Of dat nou financieel is, of met een contract, of iets anders waar jij graag verder in wilt groeien. Misschien mentaal. Maar het is belangrijk om dus daarin ook gewoon te zien hoe ver je al bent en... dat er niks verloren is gegaan. Maar ja, dat het misschien wel tijd is om verder te bouwen. Maar niet meteen te verwachten dat het al heel snel komt. Maar wel gewoon ja, rustig aan doorwerken. Aan hetgeen wat jij graag wilt bereiken, is wat ik zie. En celebrate life. Wat mag ik daarvan weten? De actie die ik kan ondernemen, wat is dat? Wauw, de 9 van pentakels. Super mooi, wat ik al zei. Dus misschien verwacht je nu heel snel succes. Misschien wil je iets snel van de grond. Maar Spirit zegt van, ook al doe je babystapjes, dat maakt eigenlijk niet uit. Want... als jij dus doorwerkt en gewoon af en toe de rust pakt en niet alleen maar iets gaat forceren. Want dat is een beetje wat ik voel door iets wat je hebt meegemaakt. En dat kan van alles zijn. Ik kan dat straks nog wel even vragen. Maar
Is het dus zo dat jij gewoon heel veel geluk gaat ervaren, onafhankelijkheid? Misschien ben je bezig om jezelf onafhankelijk te maken en financieel succes te krijgen. Misschien wil je succes in de liefde of iets waar jij gewoon ja, een wens naar hebt, is wat ik voel. En dat is dus belangrijk om het eigenlijk al te voelen. Dus je hoeft niet meteen heel hard aan het werk, maar met kleine stapjes kom je er ook. Dat is eigenlijk wat ik voel. Wat mag ik weten over ja, die fortune, de uitkomst? Ja, wauw. Top. De zon, de mooiste kaart van de tarot. En hij ligt rechtop. Dus ga jij even rust nemen. Want dat is echt wel wat ik voel ergens in. Of gewoon even accepteren dat het gewoon niet meteen van de grond hoeft te komen. En dat kan in liefde zijn, maar dat kan ook heel goed financieel zijn op het werk of financiën. Iets waar jij gewoon een wens in hebt. En spirit zegt, hetgeen waar jij aan werkt of waar jij mee bezig bent of wilt gaan, dat gaat tot heel veel succes leiden. Als je maar gewoon wel in je achterhoofd houdt dat het ook belangrijk is om dus af en toe even een stapje terug te nemen. Ja, zodat jij hetgeen wat je graag wil, de zon, dat is echt prachtig. Dat is de mooiste kaart van het tarot. Om dat dus ook te krijgen. Mits jij wel gewoon inderdaad het voor ogen houdt wat jij graag wilt. En dan is het heus niet erg om af en toe eens even een stapje achteruit te doen of een stapje terug of gewoon even een pauze in te lassen om dus eventjes op adem te komen met hetgeen wat je graag wilt. Want het kan dus zijn dat je bent gewond geweest in het verleden. Dat kan te maken hebben met de liefde of iemand heeft je iets aangedaan. Maar ik zie wel dat, want deze ligt wel rechtop. Dus op zich is dat, je komt daar wel uit, is wat ik voel. Maar je moet het wel zelf zien en ook voelen dat er dus iets is. Ja, want er is een nieuw pad voor je onderweg, is wat ik zie. Kijk, en het is dapper van je om een leap of faith te nemen ergens in. Om dus, ja, die bagage die je hebt meegenomen. Je ziet dat tasje, daar zitten alle tools eigenlijk in om dus te creëren wat je wilt. En dat is eigenlijk wat ik voel. Dus je zou eigenlijk ergens een leap of faith in kunnen nemen. Of je hebt het al gedaan. Maar in ieder geval is er iets waardoor jij gewoon straks weer gewoon opnieuw kan beginnen. Wat ik voel. Ik ga nog een kaart pakken van de boodschap van de dieren. Wat mag ik weten met betrekking tot deze reading? Wat voor boodschap mag ik nog meegeven? Zie het grotere plaatje als beschermende boodschap en straal vrede uit. Onderop. Ja. Nummer 16. Zie het grotere plaatje en het is een beschermende boodschap. Steek je nek te veel uit en reik je te hoog in plaats van te kijken naar wat er om je heen gebeurt. Je toewijding om iets nieuws te creëren van de Je toewijding om iets nieuws te creëren is bewonderenswaardig, maar de boodschap van de giraf herinnert je eraan dat die smakelijke blaadjes aan de top van dat je het grotere plaatje moet zien. En niet alleen de smakelijke blaadjes aan de top van de boom. Het is nu cruciaal om alles in het juiste perspectief te krijgen. En dat betekent dat je moet letten op wat er om je heen gebeurt en waar je voeten liggen. Misschien maak je je zorgen over wat er allemaal in de wereld gebeurt. In plaats van je aandacht, dat je aandacht besteedt aan wat je hier nu aan kunt doen om verandering tot stand te brengen die je graag wilt zien,
Richt je op de hoogste goed en weet dat dat perspectief misschien belangrijk is, maar dat je alleen kunt transformeren vanuit een plek waar je nu staat. Raak niet zo ver van de grond onder de voeten kwijt wanneer je aan alle grote problemen denkt. Dat je het zicht verliest en vergeet jouw deel te doen, hoe klein dan ook, wauw. Om de verandering in gang te zetten. De transformatie begint bij jou. Ja, en dat wat ik al zei. Dus er is iets wat een trauma voor je kan zijn geweest. En misschien wil je iets redden. Misschien wil je dingen inderdaad graag van de grond krijgen. En wil je iedereen tevreden houden. Maar wat ik voel is dat je dat misschien lang genoeg hebt gedaan. En dat daarmee mensen ook misbruik van je hebben gemaakt. Het is belangrijk wat ik zei met die babystapjes, dat ook goed is. En kijk vooral gewoon wat je doel is. En begin gewoon klein en neem af en toe ook de rust. Want het kan dus zijn dat jij misschien van hot naar her vliegt. Of dat je iedereen wil helpen. Of dat je met iets zit waardoor jij dus soms de kluts kwijt bent. Omdat jij te graag iedereen tevreden wilt houden. Maar het is belangrijk eigenlijk om aan jezelf te werken, om iets neer te zetten. En dat hoeft, wat ik al zei, niet heel snel te gaan. Maar als je maar het grotere plaatje in acht houdt. Zodat je ook de zon eigenlijk kan zien schijnen. En dat je ook gewoon jouw licht kan laten zien. En of dat nou op financieel gebied is, of gewoon innerlijk geluk, of misschien een liefde die je graag wilt. Maar het is belangrijk om dus het beeld wat je hebt ook te blijven creëren. En denk dan ook gewoon dat het leven gewoon soms loopt zoals het loopt. En dat zeg ik vaker, dat weet ik. Maar dat is ook echt zo. En er zijn veel cycles in je leven wat ik zie. Want ik zie twee keer een cycle. En dat is niet makkelijk. Maar door dus eigenlijk door te zetten. En gewoon, ook al is het met babystapjes, dat maakt niet uit. Als je maar je doel en hetgeen wat jij graag wil, maar in acht houdt. En daarmee ook gewoon geniet in de tussentijd. Want dat is ook heel belangrijk. En niet te veel doen denken. En niet te veel denken dat wat je hebt meegemaakt, dat het je tegenhoudt van hetgeen wat je graag wilt. Dus dit is wat ik voor jullie heb. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like en deel desnoods deze video, mocht je daar behoefte aan hebben. En wil je een persoonlijke reading aanvragen, dan is het natuurlijk helemaal afgestemd op jouw energie. Ga dan naar www.revivestro.nl voor meer informatie. Ik wens je al het goeds en ik hoop je snel weer te zien. Doeg!